Een goede dag en leuk dat u kijkt naar een nieuwe instructievideo van Autolux. In dit geval gaan we het hebben over het Suzuki infotainment systeem en dieper induikend op het gedeelte audio. Het gedeelte audio benadert u linksbovenin in het blokje luisteren. Wanneer u dit aanraakt, ziet u dat automatisch de radio wordt geopend. U kunt verschillende audiobronnen selecteren. Dit doet u door linksbovenin nogmaals op het grijze blokje te drukken. Hierzo ziet u onder andere een radio met de FM en AM functie. Diverse Suzuki's hebben tegenwoordig ook al standaard DAB functie. Daarnaast heeft u ook nog de mogelijkheid tot media afspelen. Hierzo ziet u verschillende externe bronnen die u kunt aansluiten om uw favoriete muziek af te spelen. Wanneer u terug wilt naar radio, drukt u weer op het grijze blokje en opent u weer het radioscherm. De radio staat nu ingesteld op zender 98.9. U kunt wisselen van de zender door middel van de pijltjes aan de linker en rechterkant. Hiermee kunt u per frequentie de zender wisselen. U kunt ook door middel van de grijze knoppen naar de volgende zender zoeken. Tevens heeft u ook nog de mogelijkheid tot de stationslijst. Wanneer u het scherm aanraakt, krijgt u deze in beeld. U ziet hier verschillende zenders en u kunt door middel van uw vinger naar beneden scrollen en dus de verschillende zenders benaderen. Stel u zou bijvoorbeeld een favoriet willen instellen, in dit geval bijvoorbeeld Sky Radio, ziet u dat hij, wanneer u hem aanraakt, geselecteerd is en het logootje van kleur verandert. Wanneer we dan teruggaan, kunt u bijvoorbeeld de 1 ingedrukt houden, ziet u dat balkje gaat lopen en dat de zender is opgeslagen op de geheugenplaats. U heeft de mogelijkheid om in totaal 6 zenders in te stellen als favoriet. Voor het volume kunt u hier aan de linkerkant door middel van de plus en min het geluid harder of zachter zetten. Tevens kunt u ook met uw vinger eroverheen glijden. En ziet u ook dat het volume ingesteld wordt. Wilt u het volume helemaal dempen, drukt u hier linksbovenin en ziet u dat het volume gedempt is. Voor de bestuurder is dit uiteraard ook allemaal mogelijk op de stuurwielbediening. Bij de radio heeft u ook nog de mogelijkheid om diverse instellingen aan te passen. Dit doet u door middel van het tandwieltje. En kunt u bijvoorbeeld de geluidsinstellingen aanpassen, maar ook bijvoorbeeld dat de verkeersinformatie wordt weergegeven op de radio. Wanneer u weer terug wilt, drukt u weer op het tandwieltje en gaat u automatisch terug naar de radio. Wilt u helemaal weer terug, drukt u op het huisje en dan komt u weer in het homescherm van het Suzuki infotainment systeem. Dit was de instructievideo voor het audio gedeelte. Bedankt voor het kijken en tot een volgende video.